So it's been a while. Welcome back. Today we are going to fix a problem with the tractor or this wheel. One of the seals, you can't see, is leaking. So let's get the tire off and get it apart and see if we can change the seal. Now the fun part, the steering linkage. It's conical mounted in this piece, so it's very tight. First I whack it with a big hammer and then hopefully it comes loose. So now you can see the problem better. There it's leaking oil through that seal. So let's get these steering pins out. So he's out, it wasn't easy, as you could see. Now let's see how much oil is left. So in order to get this drive shaft out, I have to take this apart, and there are two little bolts, and I believe most of the time they are mounted with Loctite, so I'll try, and if it don't work I heat it up. So let's see if we are lucky today. That's one.
There it is. Let's order some new parts. So 2 days later, I got new seals. That one goes in there. And I also want to change this one, just in case. And give the engine a little service, new oil and new filters. So that's what I'm gonna do. Het gaat goed. Waarom moet je ook dit? Kijk, zo kunnen ze er niet uit. En zo kunnen ze er wel uit. So that one is in there. Now put a new one in here. Put the old one back. Because the new one is too thin. I don't know why. So. It's missing a grease nipple. So. That went easy. So let's do a quick oil change.
onder de trap. Moet je kijken wat je filmt. Een beetje hoger, denk ik. Iel, wat is dat? Olie. Hatsie, wat doe je? Waarom doe je dat? Er moet nieuw in. Oh, waarom moet er nieuw in? Deze is oud en zwart. Zwart kun je wel zeggen, ja. Precies. En we have to change the oil filter, of course. Waar moet ik langs? Moet je het los of vast draaien? Los. Papa. Ja. Kan je ook een glas maaien aanzetten? Geen glas maaien. Hè? Wil je nog even filmen, Lies? Gaat er niet in één keer op mij spuiten? Nee. Moet ik jou filmen nu? Zit daar de olie in? Dat is de oliefilter. Ah. Dit is de nieuwe. Original. Dus. Er zitten nu allemaal vingerafdrukken op. Die zijn nu ook een heel stuk schoner. Mm-hmm. Nieuwe oude. Elke glasmaaier aanzetten. Ja. Dan moet je nu komen. Nu? Ik ga het stadje verder glasmaaien. Wat is dit? Ik moet even een schroevendraaier hebben, denk ik. Eén moment. Wat zit er dan in? De olie moet ik even omwisselen. Papa, help me glasmaaier aanzetten. Even het filter doen. Kom ik dan de grasmaaier aanzetten? Mag ik dat ook filmen? Mag Lies dat ook filmen? Voor mij wel. Lies, dan moet je ook filmen als we gaan lopen. Ja. Ja. Mama roept jou. Lies, grasmaaier. Moet ik jou filmen of mag ik even naar Bram? Lies. Wat? Ik ben er weer. Is dat aan? Lukt het? Best. Heel goed. Hoe kun je dat zien dan? Die straalt. Wow. Dat is een hele klont. Dan doen we de stap er weer in. Moet ik even bij Bram kijken?
Hebben we nog veel? Zo. Dus die kunnen nog wat verder zo. Dus er allemaal op en daar is dan even aan met die? Mm-hmm. Goed. Moet je eerst even allemaal erop doen. So I always forget to film the outros for these videos. Right now it's 5 or 6 months later, as you can see by what I'm wearing. In the video I was wearing a short and a t-shirt. But also after 5 or 6 months, we repaired it last, so no leaks. So all good. Hey Poes. So thanks for watching. If you liked the video, please give it a thumbs up. Don't forget to hit the subscribe button if you haven't already done so. And hopefully I see you on the next one. See you. Bye bye, Poes. Poes. Come on. Poes.